feest behouden. Het is ieder jaar weer een feest. Alleen al om iedereen weer te zien, want zo vaak zie je elkaar natuurlijk niet. Zeker niet nu ik zo ver weg woon. Maar het is iedere keer weer ontzettend leuk. Ja, weer een verrassing wat er voor groep is aangetrokken. Dit was natuurlijk ook weer enig wat er nu was. Een verboden vrucht tip van mijn vader. Veel voorlichting hebben wij niet gehad. Het enige dat onze vader zei als wij knapen keken naar een prostituee die achter de ramen zat. Die dame, daar moet je geen geld in steken. En slapen door je predikaat, niet in de klas, sinds eerste rabant. Hij heeft zijn koplampen nu uitgedaan en slaapt net als een grote poes, geduldig, terwijl de oortjes nog in waakstand staan. Het kwaad is altijd zwart, de goedheid wit, en toch, hier is het zwart onschuldig, maar hoedje voor het lelieblank gebit. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Een stem zegt dat ik plaats mag nemen. Het formulier ligt klaar voor mij. De meest geschikte plaats, zegt hij. Ze gaan er goed om met problemen, hebben geduld en zijn bekwaam. Op dit gebied het beste wat bestaat. Toch voelt het aan alsof ik haar verraad, als ik hier toestem in haar naam. De prijs wordt uitgereikt door onze wethouder van cultuur, mevrouw Van Wijk. Van harte gefeliciteerd met uw mooie woorden. Het is echt prachtig, all the way from Antwerpen. En ja, u heeft het verdiend, denk ik. Dank van harte proficiat. En in Antwerpen kussen wij altijd. En drie keer. Drie keer. Dank u wel. Je mag de prijzen geven. Of, oh, ja, laat het officieel. Dank u wel. Soms is het handig om even door te geven. We improviseren een beetje, maar dat hoort er ook bij. Ja. Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw prijs. En nou, het zijn er meerdere. Ja. U heeft er bijna een kruiwagen bij nodig. En een mooie bos bloemen, begrijp ik ook. Een bos bloemen. Oei, ik heb hulp nodig. Bent u erin? Dank je wel. En natuurlijk het juryrapport en de oorkonde. Ik leg het bovenop. Ja, gewoon heel leuk om het te winnen. Ik heb al verschillende prijzen gewonnen, maar ja, elke keer toch weer een eer. Vond ook een heel leuk programma vandaag, vooraf. Dat maakte het nog mooier om toch van zover te komen. Spijtig genoeg van iemand die heel nauw aan mijn hart ligt. Meestal schrijf ik ook gewoon dingen die vanuit mezelf komen. Dus vooral de eerste drie strofes in dit gedicht is ook heel vanuit mezelf en echt emotioneel. Dan kwam de zin die we moesten gebruiken. Dat geeft een beetje een overgang. Moest ik in de ik-persoon gaan. Maar eigenlijk kwam ook dat vanzelf. Maar het is ook een verhaal dat echt is. Oh. Oh. ...43% benoemt één of meerdere verkeerssituaties die zij niet veilig vinden. Veelvuldig genoemd zijn onder andere de Ootmarsumse straat, wat preciezer geduid de kruising Sluiskade, en de Sluiskade, zowel de zuid- als de noordzijde, en specifiek de kruising met de Brugstraat.
waarbij het onder andere gaat om het lastige, gevaarlijke oversteken voor fietsers en het gevaar van druk verkeer dat vaak ook te hard rijdt. Knelpunten in de Oud-Marsumse straat zijn te smalle fietsstroken, automobilisten die weinig rekening houden met fietsers en afslaand verkeer richting Sluiskade of het centrum dat er ver voor sorteert of fietsers inhaalt. Maar we hebben het hier nu sec over het centrumgebied Noordoost. Daarvan heeft de provincie gezegd, u heeft daar een punt zitten waar veel ongelukken gebeuren. Gemeente Almelo kijkt daarnaar. Vandaar dat wij dit plan hier nu voor ons hebben. En tuurlijk, in andere delen van deze stad gebeurt het ook. Maar waarom stel ik deze vraag? Omdat er nu een beeld wordt gecreëerd hoe gevaarlijk dit allemaal is. En ik denk dat dat beeld bezijdende werkelijkheid is. Zeg maar, dat ze gewoon weer met plan A en plan B in terugkomen. En ook nog een alternatief hebben, plan C, waar we eigenlijk niks vanaf wisten. Dus wat ons betreft wordt het ook plan D, niets doen. De buurt wil bereikbaar blijven. Wij hebben begrip voor verkeersveiligheidsmaatregelen. We zien ook wel dat er soms hard gereden wordt en dat voor fietsers vooral heel vervelend is. Maar wij willen wel graag zowel met de fiets als met de auto nog in onze buurt in en uit kunnen. En daarom zijn wij heel erg tegen de afsluiting van de op- en afritten van rechter Limburgsingel bij de Sluiskade tegen het voor het autoverkeer. We willen dat open houden voor auto's. Ik denk dat de conclusie van het debat is dat als het aan het college ligt, er geen nieuwe voorstellen ten aanzien van dit deel van het mobiliteitsplan meer zullen komen. Ik denk dat dat... Ja. Ze moeten amenderen. Ja. 23 van de stemmen zijn voor die variant D niets doen en 10 ze hebben daar tegen gestemd. Dat betekent dat de gemeenteraad van Almelo ervoor kiest om in deze situatie niets te doen. Docent Duits op het Erasmus in Almelo. En wat is hier vandaag aan de hand in het Erasmus? Vandaag is donderdag 23 maart, dag van de Duitse taal. En dan moeten we toch op een of andere manier even vieren. En dat doen we vandaag door Duitsland populair te maken. U ziet het, leerlingen die we zeggen Duitse liedjes kunnen braadworst kopen, currywurst kopen, bretzel kopen. We maken Duitsland even belangrijk vandaag. Ik geloof dat het behoorlijk lukt, is het zo? Ja, kinderen vinden het leuk, wij vinden het leuk. En het is allemaal een gevoel van om te weten, denken, kinderen moeten kiezen. En Engels is natuurlijk, ohne vragen is de belangrijkste taal. Maar wij vinden hier in het oosten, dan komt Duitsland toch echt wel op de tweede plaats. En dat moet ook zo blijven. Daar gaan jullie je best voor doen? Daar doen wij altijd ons best voor. We proberen die kinderen uit te leggen hoe belangrijk Duitsland is. Ga je zaken doen in het leven. Duitsland is de grootste zakenpartner. Duitsers vinden het fijn, ook omdat je in het Duits wordt aangesproken. En wij Nederlanders kennen dat en kunnen dat. Moeten we van profiteren. Oké, bedankt en heel veel plezier vanmiddag. Hey, dankjewel, dat zal wel lukken. Grüß Gott. Ja, we hebben gezegd, we hebben een hele leuke Duitse broodjeszaak in Almelo, Wilhelmus in het midden. We zijn naar Michael gegaan en we zeggen, Michael, wil je ons helpen met de Dag van de Duitse Taal? Het leek ons leuk om de leerlingen de kans te geven om voor €1 een currywurst, een braadworst of een bretzel te kopen. En hij zegt, dat ga ik proberen te regelen. En we hebben op die manier extra cachet gegeven en jullie zagen, het was een groot feestje. Wat zijn jullie aan het doen?
Op Nationale Boomfeestdag mochten de leerlingen van de basisscholen De Wierde en De Step woensdag boompjes planten op begraafplaats Het Groenendaal. De helft van de kinderen werd eerst rondgeleid over het oudste gedeelte van de begraafplaats en bezochten onder andere de oorlogsgraven. Daar staan vijf monumenten heel dicht bij elkaar. Dat is de bemanning van het vliegtuig wat is neergestort in de Hofgamstraat in Almelo. In de Hofgamstraat? Hier, mag u? De andere helft zette zich direct aan het werk en werd daarna rondgeleid. Wethouder Christine van Wijk nam samen met een paar kinderen het voortouw. Zo ja. Waarom ben je hier? Wij zijn hier om bomen te planten. Ja? Voor de nationale? Van de nationale boomfeestdag. Hou je van de natuur? Ja, ik hou heel erg van de natuur. En wat ga je dan in de natuur doen? Gewoon bomen planten. Ik denk dat iedereen, ieder mens behoefte heeft om buiten te zijn en om te genieten van de natuur. En bomen geven nou een keer rust. Dus waar je nou ook van houdt, of het nou van bloemkool is of van nasi, bomen zijn voor ons allemaal en daar genieten we allemaal van. Dus ik denk dat dat de bedoeling van het thema is. Na het planten wachtte een versnapering en lag er een presentje klaar. Queen!
Dit is een proef OK-box. Dus hiermee oefenen chirurgen om met deze laparoscopische techniek te opereren. Ja, dus het doel is nu de matjes in de bak te krijgen. Maar de afspraak is intussen dat Ja, dat is jammer. Hoe lang ga je maar bijna? Ja, oké, beter aan de andere kant. Je duurt 2 minuutjes. Werken in Afrika, Ethiopië, Zambia. Het medisch team gaat die kant op, maar ook een team die niet medisch onderlegd is, maar die gaat naar de weeshuizen, bejaardentehuizen. Daar wordt bijvoorbeeld fruit op een marktje gekocht en die brengen we naar bejaardentehuizen. Er wordt heel veel ingezameld, kleding, medicijnen, materialen. En dat gaat allemaal via Stichting Overzee. De dierenambulance Almelo aan de Aardijk kreeg dinsdag uit handen van Frans van Vissen van Dierenbeschermer Noordoost het keurmerk kwaliteit van dierenambulance, kennis en ervaring van het personeel. Wij komen vandaag afscheid nemen van Peter van Stijn. Peter van Stijn is 6,5 jaar coördinator geweest van deze dierenambulance en heeft het op zo'n goede manier gedaan dat we vandaag tegelijkertijd het keurmerk aan hem kunnen geven. Het keurmerk afgegeven door de organisatie Dierkeur en eigenlijk een kroon op het werk van Peter, want daarmee wordt duidelijk hoe goed de zaak hier georganiseerd was. Dit keurmerk
is in 2,5 week is het afgegeven. En dat is eigenlijk best wel uniek. Dat betekent dat hier alles goed voor elkaar was. De mensen goed wisten waar ze mee bezig zijn. Fantastisch resultaat. Dankjewel Frans. Hier zijn we heel erg blij mee. Niet alleen ik als afscheid, mooi afscheid, maar om het achter te laten aan de nieuwe vrijwilligers, althans de achterblijvers, dat ze op een goede manier door kunnen gaan. Daar ben ik zelf ook heel erg trots op. Ja. Prima club, een goede dierenambulance, het certificaat van diervervoer, meer dan waardig. En Peter laat hier een club achter die een goede basis heeft om de toekomst in te gaan. Goede mensen, goed materieel en de kennis die nodig is om dit moeilijke werk goed uit te voeren. We zijn hartstikke trots op Peter. Zeg maar Peter, wat ga je nu doen dan? Ik ga iets heel anders doen. Ik ga Almelo verlaten. Ik ga naar Drenthe verhuizen, naar Exlo. Daar een nieuwe vriendin leren kennen. En zij heeft een hele grote tuin, die ga ik verder onderhouden. De liefde, hè? De liefde. Die is niet tegen te houden. Aquariumvereniging Beta Splendens uit Almelo organiseerde zondag in De Schelf een aquaterrabeurs waar Manuel Kraus uit Duitsland Japanse landscaping kwam demonstreren. Bert Morsik, wat voor vereniging is Beta Splendens eigenlijk? Beta Splendens is een aquarium-terrariumvereniging, maar dan ook in de breedste zin van het woord. Wij organiseren zoals deze beurs, we hebben dus lezingen, wij organiseren ontzettend veel en we zijn zeer actief in het aquarium en terrarium gebeuren. En hoeveel leden heeft de vereniging? In de goede dagen, de jaren 70, 80 hadden we 350 leden. En we zijn dus gedaald naar 50 begin vorig jaar en we klimmen nu weer op naar 60, 65. Dus we zijn positief bezig. Ja. Zeg maar, wat is nou de oorzaak van dat het weer opklimt? Ik denk dat we een actieve vereniging zijn en ons overal waar mogelijk kenbaar maken en zichtbaar maken om te laten zien aan de mensen wat voor vereniging het is. Een aquarium houden, waarom is dat nou zo'n aardige hobby? Nou, het is een individueel bedrijf wat je uitoefent. Je hebt je hobby in huis staan en je oefent je hobby dus thuis uit. Als je je gaat verenigen, dan betekent dus dat je in verenigingsverband je dingetjes gaat doen. Maar een aquariaan hoeft niet zo nodig naar de vereniging. Maar wij zijn verenigingsmensen. Hè, wij zijn dus eigenlijk met elkaar verbonden. Wij geven dus ook lezingen, maar wij gaan ook gegevens uitwisselen. Als je een volleybalclub hebt of een voetbalclub hebt, dan komen de leden naar het desbetreffende veldje heen. In de kleedkamer, dollen. Maar wij hebben dus de hobby thuis. Dus het is een individuele hobby die wij gezamenlijk dan uitoefenen. Jullie dollen niet? Wij dollen wel hoor. Ja, absoluut. Zorg en innovatie kun je dus wetenschappelijk benaderen, je kunt het politiek benaderen, je kunt het vanuit een financiële optiek benaderen. Maar ik denk dat we voor ogen moeten houden dat het in de eerste plaats om mensen gaat als we het hebben over zorg en innovatie. Want het motto van DISCOM 2017 is informeren, inspireren en verbinden. Drie werkwoorden die wat mij betreft heel veel met elkaar te maken hebben als we praten over zorg. Wat ik aan het begin van deze dag zou willen is u allereerst informeren over hoe het is wanneer je als gemeente
En laten we eerlijk zijn, als u daar een klein beetje van heeft meegekregen, behoorlijk plotseling verantwoordelijk wordt gemaakt voor grote delen van de zorg. De behoefte is groter dan ooit, omdat het ook kan. En we eigenlijk ook met z'n allen wel kijken, hey, je kunt eigenlijk geen beleidsnotitie of geen weer openstaan, want er staat wel iets in, er moet iets met technologie in de zorg. Als ik tegen mensen zeg, maar ik ga u niet meer 3 keer in mijn fysiotherapiepraktijk ontvangen, maar nog maar 2 keer, dan ben ik eigenlijk al blij dat ik hetzelfde effect bereik, maar misschien tegen lagere kosten. We zijn eigenlijk ook heel erg afhankelijk van hoe we dit inzetten, waar we de toegevoegde waarde mogen vinden. Hi, I am Zeno. I am a social robot from the Easel Project. I am happy to be here and to present myself to you. Does anyone have a question for me? I am sorry. I am not able to answer them, but maybe the lecture by Dennis will answer them for you. Dus, simpel gezegd, spelen ze tikkertje. En je pakt het zo aan dat een van de kinderen binnen dit game makkelijker te tikken wordt. Of moeilijker te tikken wordt. Dat is in principe een fysieke ingreep in het spel. Maar je ziet ook dat het direct een sociale impact heeft ook. Ons fundamentele onderzoek is dan, wat kan je sturen? Hoe moet je dat aanpakken? Dus wat voor mechanismes kun je daarvoor gebruiken? En natuurlijk ook, waar is dat goed voor? Ik wil in ieder geval ook vanuit deze plek een aantal mensen bedanken. Natuurlijk als eerste onze gastheer, Elion de Haas, de voorzitter van onze Rotary Club Almelo, die dit jaar 80 jaar bestaat. Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Met noodhulp helpen we miljoenen mensen overleven. Red levens. Geef voor eten. Geef op Giro 555.